Welkom bij een nieuwe aflevering van het COVID-19 journaal. 178 is de welbekende COVID-19 hotline. Via dit nummer bereikt u de meldkamer waar ter zake deskundigen 24/7 bezig zijn met het opnemen en verwerken van binnenkomende informatie, bijvoorbeeld COVID-19 suspecte gevallen en de respons die hierop moet volgen. Sharon Sarijan Chokro is waarnemend onderdirecteur administratieve diensten bij het BOG. Ze vertelt hoe sinds afgelopen maart de meldkamer stap voor stap is uitgegroeid tot wat het nu is. De meldkamer heeft soms dagen gekend waarop wel 2400 gesprekken moesten worden afgewerkt. Nu is de BOG-hotline met behulp van weldoeners en donateurs beter dan ooit ingericht en dus beter dan ooit berekend op dagelijkse taken. De meldkamer, om het maar zo te noemen, het hotline nummer 178 is begonnen met een mobieltje en dat is dit toestel. Er was maar één toestel en dit toestel roleerde van arts tot arts, van persoon tot persoon die het dus op zijn of haar beurt dus moest overdragen aan de volgende persoon. En het was voornamelijk ook bij Dr. Anders Ory, de waarnemend directeur van het BOG, die had dus dit mobieltje bij zich om telefoontjes van de samenleving te beantwoorden. En in de voorbereiding naar de strijd tegen het coronavirus dat het zou komen in Suriname, hebben we in de maand maart, dus zo rond 4 maart, hebben we vier mobieltjes. Dus van 1 is het naar 4 gegaan. Omdat er veel mensen angstig waren voor het virus, dat het naar Suriname zou komen. Dus we hebben dat aangepast van 1 naar 4 mobieltjes. Toen op 13 maart het eerste COVID-positieve geval in Suriname is aangemeld of is doorgegeven, heeft het BOG direct ervoor gezorgd dat er mensen zijn gevraagd om te komen solliciteren om de meldkamer eigenlijk in stand te brengen. En toen hebben we 16 sollicitanten gehad. Dat was op 13 maart. En op diezelfde dag hebben we van de 16 4 personen gevraagd om ze meteen in te zetten in het weekend. En op 16 maart is de rest dus dan gekomen om eigenlijk de meldkamer invulling te geven. We hadden toen 4 cordless telefoontoestellen en 2 mobieltjes, dus in totaal 6 open lijnen. Maar de meldkamer van toen, in de maand maart, was volledig handmatig. We hadden geen database, we hadden geen computers, niets. Alles werd handmatig genoteerd wanneer mensen belden. En er waren per dag ongeveer 2400 gesprekken. En we hadden maar 6 lijntjes, 6 open lijntjes. 2400 gesprekken, je kunt je voorstellen, mensen waren angstig en ze wisten niet wat COVID betekende, waarop je moet letten. Iedereen die even kuchte werd al verkeerd aangekeken of negatief aangekeken. En op 19 maart, we waren niet lang hier, dus we hadden toen al een ruimte ingericht, heel snel ingericht om de mensen te accommoderen die dus de telefoontjes zouden moeten beantwoorden. En we zagen dat het niet goed werkte met die 6 lijntjes en die 24 calls per dag. Dus heeft Webhelp ons dus geaccommodeerd bij hun aan de Zonnebloemstraat. Dat was op 19 maart. We zijn dus opgevangen en daar kregen we 10 open lijnen. En daar ging het ietsje beter, ook omdat zij al de faciliteiten hadden. Ze hadden de database, ze hadden computers, dus alles werd toen gedigitaliseerd. Die 4 mobieltjes die we toen hadden, werden dan gebruikt voor de niet-Nederlands en Nederlands-taligen. Dus voor niet-Surinamers, voor de Spaans en Portugees sprekende, Frans sprekende, etc. Die werden dus de 4 mobieltjes die we hadden in het begin, werden daarvoor ingezet. En 2 andere mobieltjes werden ingezet voor de artsen, zodat de artsen eenmaal 24 uur bereikbaar waren voor mensen die medische klachten hadden. In de maand juni, eind juni, moesten we helaas terug naar onze eigen plek.
En in voorbereiding daartoe hebben we ook van donateurs gekregen dat een meldkamer voor ons werd ingericht. Helaas moesten we terug omdat Webhelp de faciliteiten zelf nodig had. Dus wij kwamen terug, wel met een ingerichte meldkamer, maar we moesten terug naar het handmatige. En toen hebben we dus weer gevraagd naar donaties, van we komen van een digitale, om het zo te noemen, tijdperk, en om terug te komen naar het handmatige. Dus hebben we daar donaties gekregen, we hebben toen computers gekregen, we hebben een SIP-lijn gekregen, et cetera. En alles is dus toen weer gedigitaliseerd. Maar we hadden een andere bezetting, want we hadden toen 5 lijnen. En nu snap, als we van 10 lijnen komen naar 5 lijnen, dan ga je weer die grote druk hebben van die calls. En toen hebben we gezegd, oké, dan moeten we uitbreiden, want we moeten terug naar die 10 lijnen die we hadden. Dus toen, die ruimte was er. Het werd eigenlijk gebruikt als agenda. Die ruimte hebben we dus dan ter beschikking gesteld voor de meldkamer, maar het was helemaal niet geschikt eigenlijk om daar dat meldkamer te gebruiken zoals het er toen uitzag. En ook daar hebben we dan aangeklopt bij de donateurs en zij hebben dus dan ervoor gezorgd dat het helemaal is wat het nu is. Helemaal ingericht, opnieuw geschilderd, vloermatten gezet, gordijnen, alles betegeld. En dat is allemaal te danken aan de donateurs, dat we nu een hele mooie meldkamer hebben. We hebben dus nu 2 ruimtes, waar we dus in elke kamer 5 medewerkers hebben en een arts. Ook het verwerken van klachten die via 178 worden gedeponeerd, als ook het bevoorraden van de ambulancedienst, horen tot de dagelijkse taken van de 178 meldkamer. Vanuit de nieuwe en geüpgrade ruimte vertelt logistiek coördinator Mitchell Matroos ons meer over hoe het er hier aan toe gaat. Het logistiek gedeelte van de office, dat is ook meer storingen. Indien 178 met een storing te kampen heeft, dan gaan we dan contact opnemen met de ICT'er van het BOG. We gaan dan telezuurcontacten, en dat behoort tot eigenlijk de logistieke zaken. Maar sinds kort heeft de ambulancedienst ook een link met 178. Doordat wij 24/7 actief zijn en de ambulance ook 24/7 nu ingezet zal worden, dan is de administratie, laat me niet zeggen de administratie, de PPE-verstrekking van de ambulance valt dan onder 178. En dus dat wij vanuit 178 monitoren dat er up-to-date PPE aanwezig is in de ambulance. We zitten nu in een van de ruimtes die gedoneerd is geworden door de donateurs. En we zijn ze heel dankbaar. We danken ze natuurlijk daarvoor. Vandaar de officiële ingebruikname van de meldkamer. Dit is de office waarin we zitten. De office houdt zich voornamelijk bezig met contact houden met de directie. De directie 24/7 op de hoogte stellen van wat er gebeurt in de meldkamer. Ook de medewerkers 24/7 assisteren. De administratie gaat via de office. Alle wijzigingen, alle updates die er komen, want vanwege de COVID-maatregelen veranderen dingen steeds. En wanneer ze zo aan het veranderen zijn, komen er nieuwe instructies, nieuwe wijzigingen. En dat komt van de directeur, ook meestal vanuit de medisch coördinator, mijn collega, dokter Sean Emmanuels. En indien er wijzigingen zijn, dan gebeurt dat ook via de office, zodat iedereen gelijktijdig die instructies en die informatie krijgt. De office houdt zich ook bezig met ontevreden bellers. Als ze hebben gebeld en ze zijn een beetje onheus behandeld, dan kunnen ze altijd even vragen om verwezen te worden naar de office, zodat we kunnen kijken waar is het misgegaan, om te kijken van hoe lossen we dit op de beste manier op. En ook de voorraden, toch? Want 178 is 24/7 actief. Nationale vrijdag, zondag, total lockdown of niet, 178 gaat gewoon door.
Dat wil zeggen, wanneer de administratieve afdelingen gesloten zijn, moeten we genoeg aan voorraad hebben om gewoon door te kunnen draaien. Er moet altijd genoeg alcohol zijn, zodat we de ruimte kunnen desinfecteren. Er moeten genoeg mondkapjes zijn, zodat de medewerkers beschermd zijn. Everything. Er moet genoeg papier zijn, inkt zijn om te printen. En dat alles wordt gemonitord door middel van de office. Via een speciale transportapp worden in de meldkamer op aangeven van de aanwezige artsen instructies uitgevoerd zodat de ambulance kan uitrukken. Mocht er via de COVID-hulplijn 178 een eventueel besmettingsgeval worden gemeld. Juist, dat geven de artsen aan van 178. Dus er is een transportapp en alles gaat via die transportapp, zodat ze weten naar wie ze toe moeten gaan en wie ze moeten ophalen wat het adres is. Het is nu wat rustiger. 178 werkt samen met de cijfers. Indien u ziet dat er veel positieve, het gaat klimmen, gaat natuurlijk ook de calls klimmen. Toch? Want hoe meer mensen ziek zijn, hoe meer mensen gaan bellen. Maar het is ook alweer niet zo rustig, want we hebben nog steeds veel mensen die bellen over informatie, hun quarantaineperiode, de repatrianten. Dus het is niet minimaal, toch? Maar de suspect cases die bellen, dus mensen die bellen met griepverschijnselen, is wel gedaald. Ik wil de samenleving sowieso erop benadrukken om 178 niet als een pranklijn te zien. Als je belt, bel voor serieuze zaken. De directie probeert er alles aan te doen om alle organen van het BOG op zijn best te draaien. Dus we werken hard hier en dus natuurlijk verwachten we ook een samenwerking van de samenleving. Een medewerking van de samenleving. En dat kan alleen als we de COVID-regels in acht nemen. Minder COVID-19 besmettingen betekent niet alleen minder druk op de meldkamer, maar ook op de rest van onze zorgsector. Ondanks de dalende trend in nieuwe COVID-19 besmettingen en active cases is er beslist geen ruimte om te verslappen. Dit zegt Angela Warrelei Kumbangsila, de vrouw die bij Volksgezondheid de eerste lijn zorg COVID-19 patiënten coördineert. Ja, het gaat dus de goede kant op, maar zoals wij het binnen de gezondheidszorg zeggen, wij verslappen niet. We blijven steeds aandringen op de maatregelen die in acht genomen moeten worden. Het vliegverkeer met Nederland is er. We hebben ook gemerkt dat daar een aantal aandachtspunten zijn voor mensen die in quarantaine moeten. En dat is dus een mogelijke risico ook nog vanuit dat vliegverkeer. Maar overal gaat het vrij redelijk. Maar nogmaals, we blijven vanuit Volksgezondheid de vinger echt aan de pols houden. En omdat we om ons heen in de wereld zien dat de tweede golf eigenlijk vaak erger is dan de eerste golf. Dus ja, we zijn blij dat het goed gaat, beter gaat, maar we blijven heel alert. U merkt ook dat de maatregelen slechts bij mondjesmaat versoepeld worden en dat niet alles in één keer wordt opengegooid, omdat je het effect eigenlijk steeds moet afwachten. Hè? De scholen zijn begonnen, wat gaat het effect zijn? En dat is goed gegaan. Bussen zijn gaan rijden, wat zal het effect zijn? En dat is ook vrij goed gegaan. Er is vliegverkeer, wat zal het effect zijn? Dus het is eigenlijk steeds bij mondjesmaat kijken, versoepelen en kijken van wat zijn de effecten en wat zijn de verdere stappen. Dus in deze kunnen we geen grote stappen maken. We maken echt babypasjes om steeds te monitoren en te kijken en van daaruit die besluitvorming te doen. Gezonde voeding en optimaal bewegen zijn nodig voor een goede fysieke gesteldheid. Bouw uw eigen weerstand op. Bescherm uzelf en uw naasten onder alle omstandigheden. We zijn er morgen weer met een nieuwe aflevering van het COVID-19 journaal. Stay healthy and be safe.